Hallo allemaal, wij zijn de Junior Reporters. Wij zijn vandaag op Sportpark De Starten en wij gaan jullie wat een interview geven over het G-team. Ik ben Sam, Daan, Jules. Kom maar mee! Hallo, ik ben Jules Berens en ik sta hier nu bij Mark en Daya. En dan beginnen we meteen maar met de eerste vraag. Vertel eens een beetje over jullie team. Ja, dat het gewoon een heel mooi team is en een leuk team. Ja, het is inderdaad een heel gezellig team en we hebben allemaal een beperking. Dus het is ook een heel ander team als een normaal team. Waarom vinden jullie voetbal nou echt een leuke sport? Ja, gewoon om gezellig samen te zijn. Ik vind het gewoon leuk omdat ik het gewoon leuk vind. Hebben jullie heel vaak gewonnen voor corona dan? Want nou kan er natuurlijk niet wedstrijden spelen. Maar gaan jullie na de corona ook nog veel winnen? Ja, we proberen kampioen te worden. En waarom zouden mensen met bijvoorbeeld een beperking naar jullie team, in jullie team moeten komen? Dat het gewoon leuk is en iedereen moet de kans krijgen erin. Omdat iedereen geaccepteerd kan worden in dit team. Eén keer een training mag krijgen van een Nederlandse speler van het Nederlands elftal. Wie zou je dan kiezen? Ik heb geen idee, want ik ken ze niet. Nee? Nee, ik kijk daar nooit naar voetbal. Maar op welke positie sta jij? Middenveld meestal. Dus niet Frenkie de Jong of zo? Nee, zeg maar. En wie gaat eigenlijk het EK winnen dit jaar? Duitsland. Ik denk Nederland. Ja, dat is heel leuk als Nederland zou winnen. Dat wordt natuurlijk een heel feestje. En wie gaat eigenlijk de topscorer worden? Memphis Depay. Ik denk aan Luc de Jong. Luc de Jong, oh ja, dat zou best kunnen. Wie weet, wie weet. En wie is eigenlijk jullie favoriete Nederlandse speler in dit elftal? Memphis, hè. De Vrij. Stefan de Vrij? Yeah. Oh, dat is echt een goede verdediger inderdaad. En gaan jullie überhaupt wel kijken naar de TK en naar Oranje? Ja, we gaan zeker kijken. Jij ook, Jeroen? Ja, zeker. Ik heb gehoord dat jullie volgend seizoen meedoen aan de Special Olympics. Ja, dat klopt. En wat is dat precies? Allemaal kinderen met beperking, verschillende sporten. Die gezamenlijk meedoen aan een evenement. En heb je daar een beetje zin in? Ja, in principe wel. Oké, en hebben jullie ook een beste speler in het team? Dat durf ik niet zo te zeggen wie dat is, maar ze zijn allemaal even goed.